Ook altijd mooi natuurlijk de voorstellingen in Kunstlinie in Almere. En iemand die daar alles van weet, van de hoed tot de rand, zegt men dan. Dat is Ruben Karsten. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ik kom wel bij jullie vrij Mibo, hoor. Ja, wil jij komen? Ja, ah, fijn. Ja. Ja, altijd. Als Alena, Maals niet komt, dan weten we je te vinden, Ruben. Ja? Hey, wat heb je deze week op de planken staan? Ja, we hebben een hele drukke en bijzondere week bij ons in het podium. Ja. En daar zijn we alleen maar blij mee. Zeker. Want komende woensdag, misschien hebben we het al voorbij zien komen, openen wij een echte pop-up tentoonstelling, Musical Up Close. Mm-hmm. Dat doen we in samenwerking met Marco de Koning, Pia Douwens en Rudy Hellewegen en Dana Hoyer. Ja. En een deel van hun collectie staat bij ons. Nou, zij zijn bezig om een heel musical museum te maken, zodat je van dichtbij kostuums uit Phantom of the Opera, Soldaat van Oranje, Elisabeth, die grote jurk die Pia aan had, allemaal van dichtbij kan zien. Nou, dat duurt nog even voordat ze dat museum hebben. Maar tot die tijd staat het anderhalve maand bij ons in het theater. Oh, dat is mooi. En het is een pop-up voorstelling, zeg je. Is dat exclusief bij jullie te zien? Of gaat het daarna nog langs andere theaters of plekken door het land? Op dit moment staat het exclusief in Kunstlinie. En het is alleen maar te zien van 18 tot en met 25 maart. Okay. 8 februari tot en met 25 maart. Dus je moet echt naar Almere om dit te kunnen zien. Is het allemaal beveiligd? Want ik heb ook wel eens vernomen dat sommige mensen gek zijn op dit soort attributen uit de musicals. Nou, de stukken die hier staan zijn vrij groot. Ik weet, denk dat jullie de jurk van Pia uit Elisabeth nog wel kunnen herinneren. Die grote hoepeljurk. En die neem je niet zomaar mee. Nee, dat begrijp ik. Maar zoals het masker van de Phantom bijvoorbeeld, ik weet niet of dat er ook bij zit, dat neem je natuurlijk zo in de binnenzak mee. Nou, alles staat zo goed dat je niet mee kan nemen. Ah. Of is zo groot, staat ergens op vastgemaakt. Ja, nee. Sorry jongens. Ja. Je moet geen slapende honden wakker maken. Ook. Graag een paar van die attributen gehad. Als je dan van de week een keer langskomen, dan doe ik jullie in het pak van Shrek. Die hebben wij ook staan. Oh. Nou, dat hebben we elke dag al aan. Hij krijgt gelijk bij mij. Nee, maar ik zou die jurk wel een keer willen passen. Staat je wel goed, denk ik. Elisabeth. Speel ik de dood. Gaan we gewoon doen. Elisabeth. Oh, mooi hoorde je dat dan. Ja, prachtig. Ik heb zangles. Ja. Oké, dus dat is de voorstelling. Een pop-up voorstelling. Dus komt dat zien. Wat is er gewoon op de planken te zien? Wat is op de planken te zien? Donderdag hebben we Engelenburgt van Golden Palace. Ja. En dit keer stellen zij eigenlijk de vraag, de zorg hebben we natuurlijk allemaal nodig. Dus zij gaan op zoek naar de vraag, hoe onmisbaar is de zorg eigenlijk? Oh, en wat is dat? Is dat dan drama of toneel? Hoe moet ik dat zien? Het is vlijmscherp, maar ook humoristisch. Ah, oké. Ja. Goed. Dat is dus donderdag te zien in de middenzaal om 20:30. Maar er is donderdag tegelijkertijd ook nog iets anders, hè? In de kleine zaal kun je kijken naar Patrick Nederkoorn met zijn programma Hoogtij. Ja. Ook een, zoals we Patrick eigenlijk kennen, een grappige voorstelling. Maar hij vraagt zich eigenlijk af, hoe zit het met de klimaatverandering, de grenzen? Nou, zoals zijn voorstelling te kort zegt, Hoogtij. Mm-hmm. Dus houden we eigenlijk nog wel droge voeten in Nederland? Ja, nou, dat is ook een gezellige boodschap, hè? Tenminste, het is een vraag natuurlijk. Als het antwoord is ja, dan is er niet zoveel aan de hand. Dan heb je vrijdag in de kunst. In de middenzaal, ja. In de middenzaal een hele mooie voorstelling. Gelukzoekers op Sumatra. Misschien dat mensen nog wel weten, dezelfde groep heeft ook meerdere voorstellingen gemaakt. De Tolk van Java en Lichter. En nu gaan ze op zoek naar een verhaal, een onderbelichte kant van de Nederlandse koloniale bezetting in Indonesië. Ja. Nou, dat is Gelukzoekers op Sumatra geworden. Ja. Prachtige voorstelling, onder andere Stefan Rokenbrand en Willem Voogd. En dat is komende zaterdag te zien in de middenzaal. Ja, en Les Misérables ook nog steeds, hè? Nee, die en Les Misérables. Ik dacht dat jij een leuk introotje ging doen, Arnoud. Nee, deze keer niet. Wat nou wel? De zitprobe is geweest, hè? Het orkest hebben ze uiteindelijk voor het eerst gehoord afgelopen weekeinde. Ja, ik zit hier in de ruimte waar het gisteren allemaal gebeurde. Gisteren hebben we voor het eerst de hele cast met orkest de hele voorstelling doorgezongen. En ik kan jullie vertellen, dat klonk echt waanzinnig. Ja, was mooi. Maar wat hadden jullie afgesproken met Arnoud? Wat zou je doen? Dan zou je een stukje zingen. Nee, we hadden niks afgesproken. Maar hij dacht van, ik zal wel ergens over gaan beginnen. Oké. Maar is het uitgekocht? Hij zingt wel zo gezellig. Geen lege stoelen, lege tafels? Nog niet. De laatste kaarten zijn in de verkoop. Ja. Dus de eerste is uitverkocht. Ze komen zaterdag, maar komen zondagmiddag om 2:30 kun je er gewoon nog bij zijn. Ah, oké. Goed zo. Nou, dan zijn we er doorheen voor deze week, toch? Volgende week weer. Doen we gewoon gezellig. Tot dan. Ruben Karsten, dankjewel. En fijne week.